Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou, lieve mensen, tegenwoordig kun je me ook een bedankje sturen. Hier onderaan de video zie je een button bedankt en hiermee kun je me dus een cadeautje sturen als je mijn content leuk vindt. Heel erg bedankt voor de prachtige, liefdevolle cadeautjes die ik al krijg. Ik hou enorm van jullie. Nou, we zijn aanbeland bij redenvoering 26. Nog even één dingetje. Ik check ook mijn community posts. Daar zet ik elke dag prachtige quotes neer. Van allerlei soorten geschriften, oude wijsheden. En dan zie je ook dat elke religie of stroming of geloof of hoe dan ook leidt naar hetzelfde doel en dat is toch de God in je en niet buiten jezelf. Het zijn de regeltjes alleen van ja, de onbewuste mens, zeg maar, die daar dus weer wat bij verzonnen heeft. Maar als we echt naar de quotes en de zegeningen, ja, als we daarna luisteren, als we dat lezen, dan lees je allemaal hetzelfde. Dus we zijn allemaal een eenheid. Ja? We kunnen niet een God hebben voor de moslims en een god hebben voor de christenen en een god hebben voor de katholieken en een god hebben voor de voor het boeddhisme, voor de hindoeïsten. We kunnen geen verdeeldheid hebben, want we zijn allemaal goddelijke wezens. Zoals je ziet hebben we allemaal twee handen, twee benen, hè? Uitzonderingen daar gelaten, want dat is een psychisch iets. Maar eigenlijk zijn we allemaal één, hè? Nou, we zijn aangekomen bij redenvoering 26, Saint Germain, 29 december 1932. Aanroeping. Machtige, oneindige tegenwoordigheid. U omhult alles met liefde. Uw werkzaamheid is eindeloos en uw liefhebbende kracht is genadig. Wij groeten u van hart tot hart en van aangezicht tot aangezicht. Wij betuigen eeuwige dankbaarheid voor het uitzenden van uw machtige energie, voor het gebruik van uw heersende wijsheid en voor de aanwezigheid van uw overvloed in onze gezinnen en ons dagelijks leven. Wij juichen bij onszelf het actieve doel van u toe. We zijn onszelf bewust van uw goddelijkheid en wij handhaven elk uur uw opperste bevel. Ik groet u vanwege de grote heerschaar die iedere activiteit begeleidt en volgt. Redenvoering. Wij zijn allen buitengewoon verheugd over de wonderlijke, liefdevolle tegenwoordigheid van de studenten en over de grote harmonie, vreugde en vervolmaking die bereikt is. Hoe machtig kan en zal de wonderen verrichtende tegenwoordigheid, ik ben haar heerschappij, uitdrukken. Wanneer deze wonderlijke toestand behouden blijft. Ik zeg u met stellige zekerheid dat dit kan behouden blijven en steeds verder kan groeien door het begrijpen van de goddelijke tegenwoordigheid en de allerhoogste macht van goddelijke liefde. Elke student zou zich ten stelligste moeten herinneren dat door deze levendige kracht van de Ik Ben tegenwoordigheid in zijn wezens alles wat al dan niet goed is, in beweging wordt gebracht. Indien er in het bewustzijn een latente vorm van opstand, wrevel of de neiging om te oordelen verscholen zit. Betekent dit dat dit allemaal in beweging zal gebracht worden en naar de oppervlakte zal komen om verteerd te worden? Ik zeg u met klem dat de student zal verteerd worden door alles wat aan de oppervlakte gekomen is. Tenzij hij dit zeer bewust transformeert. Ja, dus heb je ooit iets gedaan in het verleden? Of heb je nu op dit moment wel iets gedaan waarvan je toch nu denkt van nou, had ik het maar niet gedaan of spijt ervan hebt? Transformeer het dan naar liefde. Ja, vergeef jezelf, vergeef de situatie en ga door met je ontwikkeling. Want hiermee doorbreek je het karma. Karma is de wet van aantrekkingskracht. Hè? Dus wat je geeft, krijg je terug. En dit kun je dus verbreken, hè, oplossen door het te transformeren. Blijf je in, ja, in wat je gedaan hebt, hè, of blijf je erin hangen, zeg maar, hè, blijf je die energie uitzenden, dan krijg je dit dus op jezelf terug. Dat is wat ze hier bedoelen, hè, te transformeren, het om te draaien, zeg maar.
Of het terug te trekken. Hè? Als jij, ik val een vloek op iemand uit. Hè? Van, ik haat je. Of ik wou dat je dit en dat kreeg. Of ik wens je dit en dat. Of al die walgelijke scheldwoorden die we hier hebben in Nederland. Of het vloeken. Bevloeken is het eigenlijk. Hè? Vloeken is dus een vloek op iemand leggen. Letterlijk. Die kun je dus terugtrekken. Van nou, hè, het spijt me of ik vergeef mezelf. Of ik trek het terug. Ik wens het niet. Ik wens diegene liefde of vooruitgang of groei. Daarmee doorbreek je dus het karma. Indien iemand ervaart dat hij geïrriteerd is, zou hij dit moeten beteugelen en doorheen de ik ben tegenwoordigheid het bevel uitvaardigen. Dat dit in harmonie beheerst wordt. Laat mij de studenten er hier opnieuw aan herinneren dat het voornaamste in hun vooruitgang zelfcorrectie is. Mooi hè? Ze kunnen geen enkele persoon, plaats, omstandigheid of zaak de schuld geven voor wat ze ondernemen, behalve zichzelf. Dit is uiterst belangrijk voor hun verdere groei. Kijk, nogmaals, niemand heeft schuld. Hè? Dat is ook niet wat hiermee letterlijk bedoeld wordt, want we hebben geen schuld dat we dan in krijt staan bij iets of iemand of weet ik veel wat. Maar je kan natuurlijk wel, hè, je kan heel veel mensen die durven geen zelfreflectie te hebben of durven niet naar zichzelf te kijken om te leren om daar om een beter mens te worden, zeg maar. Dus je kan niet continu andere zaken de schuld geven. Ja, maar het kwam door die of het kwam door zus of het kwam door zo. Daar heb je nu voor je groei helemaal niets meer aan. Het gaat erom wat je er nu mee doet en vooruitgang boekt. Deze beminde studenten hebben een punt bereikt waarop zulke subtiele omstandigheden moeten verduidelijkt en grondig begrepen worden. Anders zullen ze ervaren dat ze geconfronteerd worden met situaties die ze niet kunnen beheersen. Ik herhaal nogmaals dat de studenten zich ten zeerste aangemoedigd moeten voelen door de grote vorderingen die ze maken in hun zelfbeheersing. Door de steeds grotere aanvaarding van deze machtige levenswetten en door de bereidwilligheid om de geweldige zweep van zelfcorrectie te hanteren. Ik zeg u oprecht en ik spreek uit ervaring dat de uiterlijke handelingen die wij de menselijke noemen, zonder aarzeling moet uitgezuiverd worden, vooral eer ze onderworpen worden aan het goddelijke bevel. De reden waarom ik het gebruik van de straal of de vlam doorheen de hand aanleerde, is dat het denkvermogen van sommigen zich sneller aanpast dan de atomische structuur van het lichaam zich verheft. Door met de hand over het lichaam te strijken, zullen de versnellingen van het denkvermogen en de verheffing van het lichaam een evenwicht bereiken. Dit zal behouden blijven en ondersteund worden. Ik ben even gelukkig en bereidwillig om alle mogelijke hulp te bieden aan de studenten als aan anderen, maar er zijn bepaalde grenzen die wij niet mogen overschrijden, omwille van de zelfbewuste vordering die de student uit zichzelf moet maken. Niemand van hen heeft echter reden om de moed te verliezen, maar laat mij hen nogmaals ernstig verzoeken op geen enkele ogenblik de aandacht af te wenden van de ik ben tegenwoordigheid. Wanneer u dit zou doen, betekent dit dat u de energiestroom loslaat en dat u kracht geeft aan zaken buiten u. Oké. Wat uw vooruitgang eenvoudig wegvertraagt. Ik spreek uit ervaring. Het is niet mogelijk de aandacht te verdelen, want ze moet volledig gewijd worden aan de ik ben tegenwoordigheid om een bepaalde drempel van bereiken te kunnen overschrijden. Ik heb niet de bedoeling de studenten onder deze straling te schokken, maar ik moet naar waarheid zeggen. Indien de dierbare studenten die onder deze straling werden gebracht niet in staat zijn hun aandacht volledig op de ik ben tegenwoordigheid te houden, dan zal dit voor lange tijd de deur sluiten voor onze hulp aan hen. Dit hoeft niet te gebeuren indien de studenten de aanwijzingen volgen en ze elke keer dat hun aandacht weglipt een ernstige inspanning doen om de aandacht met grote vastberadenheid terug te brengen. Vervolgens moeten ze zeggen, ik geef alle macht aan de ik ben tegenwoordigheid die ik ben, en ik weiger vastberaden ooit nog iets anders te aanvaarden. Ik zou de studenten er willen op voorbereiden dat de tijd zal komen dat ze niet meer gesteund worden door onze boodschappers,
maar dat ze moeten vertrouwen op hun eigen bekwaamheid om stevig vast te houden aan de Ik Ben tegenwoordigheid en dat ze altijd haar machtige, ondersteunende kracht zullen ontvangen. Het is voor iedere student nutteloos en verkeerd om na maanden onderricht toe te laten dat hij elke dag of om de paar dagen meegesleurd wordt in een gevoel van neerslachtigheid of twijfel over de innerlijke kracht. Of over zijn bekwaamheid om deze kracht toe te passen. Nou, dat is precies, hè? Je moet het allemaal zelf nu om gaan zetten. Ja, het wordt je nu geleerd, het wordt je aangereikt, maar je moet het zelf gaan doen. Je kan niet continu iemand anders handje vasthouden, want als diegene dat wegvalt, dan moet je dus op eigen benen gaan staan. En dat is ook de bedoeling, dat we op eigen benen gaan staan. Dit kinderlijke gedrag van het denkvermogen zal na verloop van tijd de deur sluiten, indien de student hiermee niet ophoudt. Iedere student zou beslist moeten van uitgaan dat op het ogenblik dat tweedrag van eender welke aard tracht binnen te dringen in zijn denken, hij zijn heerschappij moet laten gelden door te zeggen: Ik ben de almachtige, heersende tegenwoordigheid van mijn leven en mijn omgeving. En ik ben de vrede, de harmonie en de moed die zichzelf bevestigen en die mij op een serene manier dragen doorheen alles waarmee ik geconfronteerd word. Het is zeer belangrijk dat de studenten kunnen beschikken over de geschriften. Wij moeten het onderricht onderbreken totdat deze geschriften volledig zijn. Naargelang de bekwaamheid van de studenten om te aanvaarden wat verduidelijk wordt in deze geschriften, zal de grote rechter bepalen wat later zal gegeven worden. Onder geen enkele omstandigheid mogen wij de student die niet sterk genoeg is meenemen voorbij het punt waarop hij dit onderricht ten volle begrepen heeft. Ter bescherming van de studenten moet ik zeggen dat indien er zich bij hen bepaalde verschijnselen voordoen, ze altijd rustig, zelfbeheerst en onbewogen moeten blijven. Ze moeten dan rustig verder gaan en niet toelaten dat dit hun aandacht opeist. Het is niet onwaarschijnlijk dat sommige van deze groep studenten vanuit hun verworven kennis voldoende energie hebben ontwikkeld om op een bepaald vlak één of ander verschijnsel te kunnen voortbrengen. In zo'n geval zouden ze altijd vastberaden moeten zeggen: Ik ben hiervan de heersende tegenwoordigheid en ik wend dit aan in zijn hoogste uitdrukking en gebruik. Oké, zeg tegen jezelf: Ik ben hiervan de heersende tegenwoordigheid en ik wend dit aan in zijn hoogste uitdrukking en gebruik. U ziet dat in al deze onderrichtingen die gegeven zijn, er slechts een klein deeltje is waarop de student moet bouwen. De student moet er altijd op letten dat hij zijn ontwikkeling niet stoelt op zijn eigen ideeën. Iedere student op aarde die de eeuwige vervolmaking wenst te bereiken, moet zich eerst en vooral herinneren. Zeg tegen jezelf: Ik ben de tegenwoordigheid en intelligente werkzaamheid. Ik ben de tegenwoordigheid en intelligente werkzaamheid. Dit is het eerste grondbeginsel en met dit besef kan hij nooit op het verkeerde pad geraken. Ik verzeker de beminde studenten dat het niet nodig is te smeken voor een verschijnsel of er vurig naar te verlangen. Want de natuurlijke wet van hun wezen zal bij hun volgehouden vooruitgang overvloedig veel bewijzen van deze verschijnselen geven. Indien ze er klaar voor zijn, merk op dat ik hierbij op geen enkele manier verwijs naar de verschijning van een van de opgevarenen. Want dit is iets totaal anders. Dit mag absoluut niet beschouwd worden als een of andere verschijnsel. Ik heb dinsdag en woensdag de innerlijke werking van de studenten met veel belangstelling gadegeslagen. Het was zeer bevredigend de ontwikkeling van het innerlijke licht in hen te zien, terwijl de kracht van de liefde alsmaar intenser werd. De studenten zouden zich moeten herinneren dat wanneer ze zeggen ik ben, zij hun dagelijkse handelingen tot een machtige magneet maken voor het licht dat zij kunnen bereiken en ontwikkelen. Ik denk dat het voor iedere student zeer verstandig zou zijn om nu of wanneer hij de onderrichtingen en de geschriften begint te gebruiken,
te zeggen: Grote Ik Ben Tegenwoordigheid, breng mij in U. Geef mij daar onderricht. En zorg ervoor dat ik de volledige herinnering aan dit innerlijke onderricht behoud. Nou, precies. Vooral de herinnering. Dus zeg tegen jezelf: Grote Ik Ben Tegenwoordigheid, breng mij in U. Geef mij daar onderricht. En zorg ervoor dat ik de volledige herinnering aan dit innerlijke onderricht behoud. Als boodschappers van het licht is deze opleiding voor u onontbeerlijk. Maar dit idee zou op geen enkele manier angst mogen veroorzaken om het onderricht te volgen. En het mag er niet de aanleiding toe zijn dat u krampachtig probeert dit onderricht te onthouden. Nou, het moet gewoon heel natuurlijk zijn. Het moet een levenswijze zijn. Want zo'n houding zou gemakkelijk de uiterlijke herinnering kunnen afsluiten van de innerlijke ervaring. Ik kan er niet aan doen dat ik in mezelf moet lachen om de nauwgezetheid waarmee sommige studenten tot de meest verrassende zaken komen. Maar ik vertrouw erop dat ze steeds evenwichtig en kalm blijven, in welke ervaring ook, en dat ze weten: ik ben het enige eeuwige, zelfbevestigende leven in actie. Tevens vertrouw ik erop dat ze voorgoed uit hun bewustzijn schrappen dat er ergens in het universum een toestand zou bestaan als de zogenaamde dood. Precies. De lagere werking van het denkvermogen en de materie zijn een voorbijgaande illusie die onbetrouwbaar is zoals het zand in de woestijn en waarover niemand bezorgd moet zijn. Want ik ben het eeuwige leven. Ik ken geen begin en geen einde. Vanuit het hart van de grote stilte komt de onophoudelijke levensstroom, waarvan ieder van u een geïndividualiseerd deel is. Dat leven bent u, eeuwig, volmaakt en zelfbevestigend. Het heeft geen belang in welke gewaden het zich hult, totdat iemand het punt van erkenning bereikt waarop de vervolmaking hem voorbereid heeft voor het naadloze gewaad dat zichzelf in stand houdt en dat iedere schitterende kleur uitstraalt. Dan mag men zich inderdaad verheugen over dit eeuwige gewaad, dat eeuwig stralend en onveranderlijk is, dat de mens heeft weggeleid van het rad van oorzaak en gevolg, en dat hem gemaakt heeft tot een wezen van oorzaak. Die oorzaak is de straling van goddelijke liefde, die altijd stroomt en uitgaat vanuit haar bewuste, zelfbeheerste, stralende centrum van God. Het hart van de Ik Ben Tegenwoordigheid, dat eeuwige jeugd en schoonheid is. De alwetende tegenwoordigheid, die in zelfbewuste werking verleden, heden en toekomst bevat, wat tenslotte ene eeuwige nu is. Dit is de eeuwige eliminatie van alle tijd en ruimte. Vervolgens zult u ontdekken dat uw wereld bevolkt wordt met volmaakte wezens en dat uw gebouwen versierd zijn met de mooiste juwelen. U zal in het midden van uw schepping staan, het juweel in het hart van de lotus. En haar bloemblaadjes zullen uw machtige paden zijn van haar volmaakte werking. Dit is een bescheiden voorstelling van degene wat voor u staat en u wenkt naar uw volmaakte, eeuwige thuis en uitstraling. Ziet u, ik voel deze glorievolle straling, indien iedereen en in het bijzonder de studenten zichzelf zou kunnen centeren in de tegenwoordigheid van goddelijke liefde en zich daar standvastig handhaven. En indien de mensen de tussenkomst van het lager denkvermogen zouden uitsluiten, dan zouden ze wonderlijke ervaringen meemaken. Men moet de houding aannemen. Zeg dit tegen jezelf. Ik ben op ieder ogenblik de tegenwoordigheid van goddelijke liefde. Dus zeg dit weer. Ik ben op ieder ogenblik de tegenwoordigheid van goddelijke liefde. Wanneer u deze uitspraak gebruikt en voelt, dan zal dit altijd de deur sluiten voor de lagere werking van het denkvermogen. Voor elk probleem is de oplossing altijd binnen handbereik.
Want de Ik Ben tegenwoordigheid heeft altijd alles in zich. Mooi, hè? Gelukkig hoeven we het ook niet buiten een ander, bij een ander te zoeken. Ja, dan zouden we steeds moeten wachten tot diegene het voor ons doet. Gelukkig kunnen we alles zelf. Daar zijn we overal zelf verantwoordelijk voor. Prachtig. De aanroep is de drijfkracht die de oplossing tot uitdrukking brengt. Ik ben is het intelligente, werkzame grondbeginsel in ons. Het hart van ons wezen. Het hart van de planeet en het hart van het zonnestelsel. Ik kan het niet laten de studenten er nogmaals aan te herinneren dat ze steeds zouden moeten weten dat telkens wanneer u zegt ik ben, u de ene almachtige intelligente energie, de kracht en het zelfbevestigende element bevrijdt. Blijf eraan werken en u zult een uiterst voortreffelijke, hoogst wonderlijke toestand bereiken. Wanneer u kijkt naar de fysieke zon, dan kijkt u werkelijk naar de grote centrale zon. Het ware hart van de Ik Ben tegenwoordigheid. Voor uw lichaam moet u het onvoorwaardelijke standpunt innemen. De Ik Ben tegenwoordigheid beheerst dit fysieke lichaam volledig en dwingt het tot gehoorzaamheid. Hoe meer aandacht u aan uw lichaam schenkt, hoe meer het over uw meester is. En hoe meer het van u zal vragen en zal blijven vragen. Wanneer het fysieke lichaam ziek of voortdurend verstoord is, dan bewijst dit dat het lichaam gedurende jaren aandacht kreeg voor een of andere verstoring en het zal nooit gezond worden totdat de persoon een positieve houding aanneemt en het lichaam tot gehoorzaamheid dwingt. Dat is de kracht van zelfgenezing. En inderdaad, als je continu in een emotie hebt gezeten, ja, dat is zo belastend voor het lichaam. Dus daar wordt het ziek van. Dat is natuurlijk disharmonie. Disharmonie is een ziekte. Dus je moet het bevrijden, hè, om het tot gehoorzaamheid te brengen. De stem die jou in die disharmonie dwingt, die moet je dus opzouten. Die moet opzouten. Die moet jij dwingen tot stilte. U kunt in uw lichaam absoluut alles bereiken wat u wenst, indien u uw aandacht vestigt op de volmaaktheid ervan. Maar laat uw aandacht nooit rusten op haar onvolmaaktheden. Zeg voor verheffing, dus zeg dit weer tegen jezelf. Ik ben de bevelende tegenwoordigheid. Zeg dit dikwijls, dus zeg dit continu tegen jezelf. Ik ben de bevelende tegenwoordigheid. Dus zeg dit dikwijls, want het bedaart het lager denkvermogen, zodat u het middelpunt wordt van de werking van liefde. Wend u af van tweedracht op het ogenblik dat u ze voelt. U hebt de scepter van macht in uw bewustzijn. Gebruik hem nu. U zou gevolg moeten geven aan het bevel van Jezus. Bezie de mens niet naar het vlees. Dit betekent precies wat het zegt. Erken geen menselijke onvolmaaktheid in gedachten, gevoelens, woorden of daden. Cha'ara, zijn moeder, Nada en Saint Germain hebben zeer intens gewerkt voor de ontwikkeling van het innerlijke licht in iedereen die hier was. Wij wensten dat de studenten zouden kunnen zien vanuit het innerlijke licht. Het zou een ervaring zijn om nooit meer te vergeten. Het werkt zeer krachtig wanneer u bij problemen bewust zegt. Zeg het tegen jezelf. God in mij, ik ben tegenwoordigheid, kom tevoorschijn. Ze zeggen dit nogmaals. God in mij, ik ben tegenwoordigheid, kom tevoorschijn. Leid deze situatie en los ze op harmonische wijze op. Dit kan wonderen doen. Het gaat erom onmiddellijk de ik ben tegenwoordigheid tevoorschijn te roepen en ze in werking te brengen. Jezus zei, vraag en u zult ontvangen. Zoek en u zult vinden. Klop en u zal worden opengedaan. Zeg tot uw goddelijke zelf, zie hier, God. Kom tevoorschijn en zorg hiervoor. God, kom tevoorschijn en zorg hiervoor. God verlangt dat u hem aan het werk zet. Ja, dus de God in actie. Dit maakt een stroom van goddelijke energie, intelligentie en substantie vrij, die zijn weg vervolgt om het bevel uit te voeren. Zegening.
Machtige, bevelende Ik Ben tegenwoordigheid. Laat uw heerschappij in het hart en het bewustzijn van iedere student gelden. Beveel de werking van het leven haar volheid uit te drukken en ga zelfs als een bewaker aan de deur staan van het denkvermogen van ieder mens, zodat hij enkel datgene toelaat wat nuttig en harmonisch is. Zegen een ieder met de kracht om vol te houden en verder te gaan naar harmonische vervolmaking. Wij danken u. Nou, lieve mensen, ik hou zoveel van jullie. Ik wens jullie heel veel kracht en kennis en doorzettingsvermogen om deze leer tot vervolmaking te brengen. En we zijn aangekomen bij redenvoering 27. Dit was redenvoering 26. Ik hou van jullie. Deel hem alsjeblieft, zodat nog meer mensen hiervan weten. En hoe meer liefde op deze planeet, hoe meer licht, hoe meer de duisternis verdwijnt. Fantastisch. Tot volgende week. Doei!